Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Mansveld, CSU, Parktheater en Crowd Capital Brabant. Welkom voor alweer de 15e aflevering van 24 uur vonkt hier in het Parktheater. Vanavond bij mij aan tafel de nieuwe CEO van Christine Leduc, Audrey van Ham. En naast haar Roland Kaan, wie kent hem niet, van Coolcat, America Today, MS Mode en SAP. En hij is ook nog vastgoedondernemer. Met hun ga ik vanavond het tafelinterview doen. Maar we hebben nog veel meer. We hebben uiteraard ook ons pitchpodium. We hebben 3 pitchers die voor het gouden ei van Crowd Capital Brabant gaan strijden. En we hebben uiteraard muziek. Lisa van Ness zal gaan optreden. Singer-songwriter uit Eindhoven. En zoals altijd eindigen we de show met een stand-up column van Rob Adams. En hij zal zijn licht laten schijnen over het verloop van deze avond. Maar we beginnen met onze eerste gast. En ik zou graag willen vragen of dat Ilse Wouters van de Ilse Wouters Academy de eerste gast zou willen aankondigen. Goedenavond, dames en heren. Onze eerste gast werkte aanvankelijk in de handdoeken- en bedovertrekkenbranche. Totdat haar oma haar een advertentie liet zien. Ze zochten namelijk een lingerie inkopen bij sekswinkel Pabo. Dat lijkt me wel wat voor jou, zei oma. Nu staat onze eerste gast als eerste vrouw ooit aan het roer bij erotiekketen Christine Leduc. Ze gaat duidelijk een andere koers varen. Christine Leduc bestaat dit jaar 50 jaar en zelf is ze 10 jaar jonger. Ze staat meteen voor een pittige taak. Binnen 2 jaar de omzet verdubbelen terwijl de branche in zwaar weer verkeert. Hoe gaat ze dat doen? En waarom kiest ze voor fysieke winkels terwijl mensen steeds meer online lijken te kopen? Hoe open-minded zijn wij eigenlijk in Nederland op het gebied van erotiek? Wat zijn haar verdere ambities? Veel vragen dus aan deze dame. Vanochtend teruggekomen uit Amerika en nu bij ons aan tafel. Dames en heren, graag een groot applaus voor Mrs. Spice Up Your Life, Audrey van Ham. Welkom. Hallo. Ja, wat een introductie. Nou, absoluut. Daar kun je wel mee voor de dag komen. Ja, toch? En inderdaad net terug uit Amerika, toch? Ja, dat klopt. Ja, niet echt heel veel last van het jetlag, want dat wordt pas morgen vroeg. Ja, morgen vroeg wordt het lastig, nu nog niet. Nou, zoals te doen gebruikelijk ga ik altijd een aantal stellingen voorleggen aan mijn tafelgasten. Dus dat ga ik bij jou ook doen. Oké. Als je er dadelijk op terug wil komen, dan kan dat. Oké. Dan hoor ik dat vanzelf wel. Laten we beginnen. Ja. Offline of online? Online. Raad van advies of oma? Oma. Aanpassing of disruptie? Disruptie. Alibaba of Tarzan? Tarzan. Mond op mond of guerrilla? Mond op mond. Oké. En welke van de 5 zou je willen terugkomen? Disruptie, dat is nog wel een vraagteken. Maar ja? Kunnen we even over nadenken. Nee, want ik zei aanpassing of disruptie. Ja, je moet mee. In hoeverre is dan de vraag? En wanneer wordt het disruptie? Iets om over na te denken. Een goede stelling. Ik hou het wel bij disruptie. Ja. Nou, ben je zelf ook in staat als CEO om disruptie toe te passen? Ja, hangt er vanaf in welke mate je natuurlijk dat wilt toepassen. Ik weet ook niet of het zozeer nodig is. Je moet alleen wel natuurlijk vernieuwend zijn en je moet een nieuwe kant op. De vraag is of dat altijd disruptie moet zijn. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ik denk wel dat er wat reuring mag komen hier en daar, ja. Nou ja, of de vraag kan ook zijn van is de aanpassing voldoende om de status waarin Christine Leduc verkeert om dat tijd te doen keren, zeg maar? Nou, er is wel aanpassing, ja, maar het mag wel iets meer zijn dan aanpassing. Dus daarom ook mijn keuze. Ja, precies. Ja. Ja, dus daar broeden jullie nu eigenlijk letterlijk op. Ja, en het is een snelkookpan. Dat is wel echt heel leuk. Heel veel ideeën, dus dat gaat zeker goed komen, ja. En bij Raad van Advies of Oma, toen was je ook nog heel even aan het wikken en wegen. Ja, dat is natuurlijk altijd een afweging die je dan moet maken. Maar ik denk, waarom oma? Ik denk authenticiteit, maar ook wel eigenheid. Bepaalde richting opvaren die je zelf gelooft. Dat daarom oma. En raad van advies natuurlijk altijd welkom. Maar er zit ook altijd een emotioneel aspect aan, denk ik. En dat heel belangrijk is in die combinatie. Even wat los van de stellingen.
In eerdere interviews las ik over de enorme mannencultuur waar je uit bent gekomen. Kun je daar iets over vertellen? Voor een markt die eigenlijk toch wel voor vrouwen is bedoeld. Ja, dus dat was ook altijd wel de reden eigenlijk waarom ik zo lang in de branche ben blijven hangen. Is van, nou, we gaan dat wel eens even aanpakken. Want hoe kan het inderdaad zijn dat een branche die gericht is op het genot van vrouwen onder andere. Eigenlijk geen vrouwen in de raad van bestuur heeft, bijvoorbeeld. Dat klopt. Dus dat was altijd een uitdaging. En ja, de markt is op zich nog steeds redelijk mannelijk georiënteerd aan de B2B kant dan gesproken. Richting de consument wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En zit ik nu echt wel op mijn plaats om het verhaal wat ik denk dat we moeten vertellen ook echt werkelijk kunnen vertellen. Nou, mooi, daar gaan we daar ook wat dieper op inzoomen. Het grappige is dat onze volgende gast en jij hebben wat gemeen. Sinds een tijdje voeren jullie het merk SAP. En dat is eigenlijk ook van onze volgende gast. Dus dat is op zich wel een opmerkelijke overlap. Dus ja, absoluut. Misschien een mooie tijd om onze volgende gast eventjes aan te kondigen. Ilse, zou je dat willen doen? Jazeker. Als je het kunt dromen, kun je het doen. Deze uitspraak is zo ongeveer de lijfspreuk van onze volgende gast. Als kind werd hij van bijna alle scholen gestuurd. Daarom ging hij op zijn 15e al in een boutique in Amsterdam werken. Met zijn vooruitziende blik riep hij toen al dat hij er later zelf 12 zou gaan openen. Zijn thuissituatie was niet altijd makkelijk. Door een faillissement en een scheiding was er weinig geld. Toch bleef hij dromen. Hij bedacht toen dat er een winkelketen moest komen voor mensen die geen ongelimiteerd budget hadden, maar wel tieners hebben die er cool uit willen zien. Het concept voor Cool Cat was geboren. Toen zijn dochter 4 was en hij haar opvoedkundig wilde corrigeren, zei ze: "Jij bent niet mijn baas, jij bent mijn papa." Hij gaf haar groot gelijk. Alleen honden hebben een baas. Hoe groot je bedrijf ook is, het gaat nooit over hiërarchie. Zijn bedrijf gaat hij binnenkort overdragen aan zijn zoons die het Kaan-imperium verder zullen uitbouwen. Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment in zijn leven? Waar droomt hij nu van? En wat is de waarheid achter de mislukte deal met de V&D? We gaan het hem allemaal vragen. Dames en heren, graag een groot applaus voor Mr. Cool Cat, Roland Kaan. Hi. Nou, ook voor jou een uitgebreide introductie. Kon je er een beetje in vinden ook, of niet? Ja, het was een interview voor mij. Ja. Dus, haast letterlijk voorgelezen. Dus. Ja, nou heel goed. Ook voor jou een aantal stellingen, Roland. Controle of loslaten? Beide. Keuze maken? Loslaten. Manager of creatief? Creatief. Zwarte Piet of Black Friday? Black Friday. Autodidact of harde lessen? Autodidact. Vastgoed of retail? Vastgoed. Oké. Okay. Zijn er al stellingen waar jij op terug wil komen? Nee. Dan doe ik het. Dan doe ik het. Okay. Vastgoed of retail was vrij. Was je meteen duidelijk over. Die had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had verwacht dat je hart meer bij retail zou liggen. Waarom zeg je vastgoed? Omdat ik steeds meer afstand krijg van de organisatie. Ik heb 2 zoons die in januari 35 worden en die. Ja, en misschien een andere visie hebben op het concern. Dat de directies, al die bedrijven hebben directies. En ik sta er steeds verder vanaf. Dat is, weet je, met retail, dat is detail. Dus je moet er of helemaal in zitten of het werkt eigenlijk niet. En ik heb de laatste 9 jaar heb ik een fantastisch vastgoedbedrijf in Amerika gebouwd. En dat is nog heel ouderwets. Daar zijn nog zoveel kansen. En ik vind het echte ondernemen, dat wordt in Nederland steeds moeilijker. En waarom is dat zo? Omdat we een soort bemoeizichtcultuur hebben, waarbij mensen die helemaal niks kunnen overal over mee mogen praten. En dat betekent dus dat mensen die wel wat kunnen worden continu. Ja, het is een beetje als Ayn Rand. Ayn Rand heeft er een aantal boeken over geschreven. Je ziet dat de gemiddelde idioot mag de mensen die werkelijk creatief zijn en iets bijdragen aan de samenleving naar de kloten helpen. En minister mag rustig de meest walgelijke beschuldigingen uiten. Of daar nou iets van waar is, maakt niet uit. De kranten schrijven dat letterlijk na.
Het leed is al geschied, iemand is zwaar beschadigd en dan blijkt achteraf dat het helemaal niet waar is. Schrijft dan iemand nog drie regeltjes over. Dus die cultuur van maar iets roepen en vaak nog anoniem, ja, dat vind ik wel een hele ernstige ontwikkeling. En daarmee wordt onze maatschappij ernstig aangetast. En ook de maatschappij, de manier waarop mensen elkaar naar het lijf staan. Hè? Gewoon in plaats van met elkaar te overleggen en samen iets moois bouwen, lijkt het wel dat de mensen die het hardste schreeuwen de grootste aandacht krijgen. Maar kun je daar niet gewoon boven staan? Dat je denkt van nou, ja, het is er, daar kan ja, ik toch geen verandering aan brengen? Dan kan je wel boven staan, maar dat verandert dan niks. Nee. Dus ik denk dat je ook, als je vindt dat je daar druk om moet maken, daar wat over moet kunnen zeggen. Zie jij dat ook zo, Audrey, of niet? Of, ja, ik denk het wel. Dat is ook met de komst van social media en met alles wat iedereen maar overal kan posten. Zonder, en dan nog anoniem, hè? Ja. Dus walgelijk dat is natuurlijk, dat is wel zo. Ja. Iedereen kan maar alles zeggen. Dat is zo. Goed, gebeurt dat ook? Want je zegt het alsof het een ervaring is die je al eerder hebt meegemaakt. Ja, in feite wel. Hè. Uiteindelijk inderdaad, of nou die branche is of deze branche. Uiteindelijk, en zeker als je er als gezicht aangeplakt wordt, wat ik heel leuk vind nu, omdat ik vind dat ik bij het merk pas en dat ik het graag wil vertellen, zijn er toch altijd journalisten of mensen die dan gaan zeggen, ja, ja. Ik vind je ook best wel sexy. Dank je. We zijn begonnen. Ja. Dus, maar nee, dat gebeurt wel. Dus je moet daar tegen kunnen. A, B, vind ik ook inderdaad heel belangrijk dat ze je goed neerzetten. Professioneel goed neerzetten. En dat is inderdaad soms in deze branche ook wel eens lastig. Nou, Roland zegt het nou eventjes zo tussen de soep en aardappelen. Maar, nou, wacht even. Nee. Waar is de soep, waar is de aardappel? Ja. We hebben net gehad, hè? Maar is het zo, je bent nou nieuwe CEO van Christine Leduc. Denk je ook na over hoe jij jezelf moet manifesteren? Ja, sowieso denk ik als vrouw is het belangrijk dat je op een bepaalde manier neerzet. Zonder feministisch te klinken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je professioneel overkomt. En daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er professioneel over de branche gesproken wordt op dit soort evenementen. Dat is natuurlijk fantastisch. Misschien kon dat 10 jaar geleden helemaal niet en kan dat nu wel. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat zegt dat over jouzelf? Want je bent er net ingestapt. Nou ja, ik zit natuurlijk al ongeveer 15 jaar in de business. Dus het is niet nieuw. Het is eigenlijk een kennis die je hebt opgebouwd en die je nu naar buiten kan vertellen. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Okay. Maar het moet ook wel goed dan opgepakt worden natuurlijk. Ja. Oké, okay, want ben je bewust van zeg maar een personal branding, dat je ook iets uitstraalt? Ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. Uiteindelijk is het niet iets waar ik elke dag over nadenk van het moet zo of het moet zo. Ik spiegel het aan mezelf en als ik vind dat het goed voelt en het past bij het merk, dan gaan we die kant op. Ja, juist. Niet alleen maar gevoel, maar voor een deel. We hadden het net al even over retail. Hoe zien jullie eigenlijk de toekomst van retail? Want er is zoveel gebeurd. Hè. We hebben net al over online en e-commerce gehad. Roland, hoe zie jij dat? Die zie ik op verschillende niveaus. Als we praten over de grootstedelijke retail. En dus een aantal grote steden in Nederland. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Utrecht en ook Eindhoven. Dan zie ik een hele goede toekomst voor retail. Want die steden hebben genoeg draagvlak voor een heel breed aanbod, voor veel beleving. En ondanks slecht functionerende overheden heeft dan die burger en die ondernemer nog genoeg spelruimte om daar een behoorlijk feestje van te maken. Als je praat over de middelgrote steden in Nederland, zie ik daar ook wel kansen. Dat is vooral de kansen voor de local heroes. Of dat nou internationale local heroes zijn zoals Zara, maar ook bedrijven zoals Christine Leduc en Coolcat of Merk Today. Ook daar zie ik mogelijkheden. Maar voor heel veel steden in Nederland, we hebben natuurlijk een enorm fijnmazig netwerk met meer dan 100 middelgrote en iets kleinere steden, maar ook nog enorm veel dorpen. Daarvoor zie ik eigenlijk voornamelijk dat het commodities worden. Dus gewoon je dagelijkse levensbehoeftes. De drogist, de kruidenier. De supermarkt. Maar die worden tegenwoordig ook gratis bezorgd, hè? Picnic is daar een mooi voorbeeld van. Absoluut. Dus dat is ook waar. En zo'n picnic gaat natuurlijk ook een enorm marktaandeel pakken. Daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Dat is ook een hele goede ondernemer. Maar er zijn gewoon dingen die aan het veranderen zijn dus. Maar je vraagt me over de toekomst van retail. Ja. Dus ik denk dat beide gebeuren. Kijk, het aparte is dat Nederland eigenlijk een van de meest hardgroeiende internetlanden ter wereld is. Weet je wat het percentage van het internetland in ter wereld, Amerika, is in totaal van de totale retailomzet? Hoeveel procent denk je dat er in Amerika via internet verkocht wordt? 80%. Dus 20% in de winkels, 80% op internet. Ja. Dat denk ik. Nee, 80% internet zou ik zeggen. 80% internet en 20% in de winkels. Ik doe een wilde gok. Ja. Ja. Het is nog geen 10% internet en 90% op de winkelvloer. Mm-hmm. Ja.
Weet je hoeveel het in Nederland is in sommige branches? 60. Nee, 20. Oh, nee. Nou, 20 en het gaat naar een derde. Dus dat betekent dus dat Nederlanders krijgen, hebben niet meer te besteden. Dus als er 20% van je omzet wegvloeit naar een ander kanaal, is er dus doodeenvoudig 20% minder omzet in de winkels. Nou, dat zie je ook. Je ziet in sommige steden wel 20% leegstand. En je ziet dus ook dat die grote steden hebben daar minder last van. Die kunnen innoveren. En daar gebeuren veel dingen. Er zijn beurzen, er zijn evenementen. Dus mensen hebben redenen om die stad in te gaan. Bijvoorbeeld Eindhoven is een superleuke stad. Er zijn studenten, er is een theater, er is van alles. Dan lukt het nog wel. En dat, maar als zometeen 40% van je omzet via internet gaat, en dat gaat natuurlijk onherroepelijk gebeuren. Ja, want de meeste internetbedrijven maken geen of helemaal geen winst. En als jij als retailer naar een bank gaat en zegt, joh, luister eens, ik ben met een heel leuk innovatief idee bezig voor mijn winkelstraten. En ik ga de komende 5 jaar geen winst maken, maar ik ga een marktaandeel kopen. Zegt ze, meneer, weet je wat, daar is de deur. Go fuck yourself. Ja? Wat misschien weer in haar branche past. Maar dat betekent dus rechtop en neer. Ja? Ook dat. Wat ook in haar branche past. Ja, zeker. Dat zie je al. Ik kan toch beter op jouw stoel gaan zitten. Ja. Maar dat betekent dus dat je dus je bestaansrecht, dat je eigenlijk met ongelijke wapens vecht. Ja? Ja. Want hoe zie jij dat, Oude? Nee, dat is ook zo. Het is heel moeilijk om überhaupt winst te maken online. Dat is heel lastig. Dus ik denk ook, de vraag is vanuit welk perspectief pak je hem? Pak je hem inderdaad retail online of kijk je vanuit je merk? En als je dat dan vanuit je merk doet, wat heb je dan nodig om dat merk aan de man te brengen? In feite zijn dat verschillende divisies. Ja. Maar daar zie ik dus wel de grote kans. Ja, want als Christine natuurlijk dus een merk wordt, zoals ook Coolcat en Merk Today en MS-modemerk zijn, wij zijn nu in sommige van onze formules zitten wel over de 20% online omzet. Want Zalando wil graag een Merk Today. De Bijenkorf doen we al ruim 1,2 miljoen online met alleen een Merk Today. Dus we zien dus dat doordat we die merken goed positioneren, dat we dus de strijd uiteindelijk kunnen winnen. Als wholesaler. Huh? Als wholesaler. Als merk. Als merk. Als merk. Ja. Want dat hele wholesale concept bestaat niet meer. Nee, oké. Okay. En wij zijn dus, if you can't beat them, join them. Ja. Dus wij hebben de merken van V&D gekocht. Want je hebt een heleboel dingen nog niet opgenoemd die we ook doen. Maar dat kan ook niet allemaal. Terug, als je 42 jaar ondernemer bent, kan je dat niet in 3 zinnen zeggen. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de merken van V&D gekocht. V&D.nl is dus één van die platforms. En dan zie je dus ook daar, hadden we bijvoorbeeld toen we starten. Weet je, dat is ook weer typisch Nederlands. Toen we starten, iedereen moeilijk. En ja, is dat dan wel goed? En we hadden 500 bedrijven aangesloten. Dat was nog niet zo slecht. Ja, maar een heleboel merken die we er heel graag op wilden, bijvoorbeeld de beste merken bij V&D, zoals bijvoorbeeld Esprit, die zaten zo met hun armen over elkaar. Nou, we waren nog niet gelanceerd en we kregen de landelijke pers. Of ze hingen allemaal aan de lijn. We konden in 1 week 500 bedrijven aansluiten. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus nu zijn we heel hard aan het knokken om die andere 500 bedrijven aan te sluiten. Maar je ziet dus wel dat er behoefte is aan platforms. Dus wat is dan je uniciteit? Wat is je unieke... Hè? Vanuit je brand. Vanuit de brand. Ja, en dat is hoe het spel gespeeld wordt. Want hoe zit dat bij jullie? Want ik hoor net Roland zeggen van de middelgrote steden gaan misschien wel wat problemen krijgen. Nou, daar zijn jullie ook gevestigd. Klopt. Is dat iets waar jullie ook naar kijken van moeten we daar nog wel willen zijn? Dat is sowieso iets waar je naar moet kijken, denk ik. Een tweede is, als je daar bent waar je nu bent, is op zich stabiel. Dus dat kan je zo houden. Ja. Waar we wel willen groeien is inderdaad flagship stores in grotere steden. Zoals bijvoorbeeld Rotterdam een grote winkel van ons heeft. Amsterdam moeten we nog terug naartoe. Dat je daar een grote hub maakt om je merk te laten zien. En daar ook events te doen en inderdaad special workshops en dat soort dingen. Zodat die beleving ook erbij kan komen. Want is dat eigenlijk de nieuwe trend van de binnensteden? Dat er de winkels, de winkelformules groter worden. De H&M wordt groter. Primark is een doorslaand succes omdat het over de massa gaat, betaalbaar. Ja, bij ons is grote niet oppervlaktes. Per definitie groot worden. Het is wel een flagship store waar je je merk kan laten zien. Het blijft een boutique-stijl die wij najagen. Ik denk dat dat ook goed past. Maar wat is groot dan? Hoe groot is dan zo'n 600 vierkante meter 600. Is al. Voor ons is dat prima. Is dat groot? Ja. Maar het mag geen supermarkt voor de erotiek worden, bijvoorbeeld. Die heb je ook, hè? Die zitten hier ook in Eindhoven, eentje trouwens. Ja. Maar dat is een ander concept. En dat is niet wat wij bijvoorbeeld najagen. Nee, dat snap ik.
Ja, jullie hebben ook nog een gemenedeler, hè? Daar hadden we straks al eventjes over. SAP, is het merk wat je sinds 2012 overgenomen hebt. Ja, we hebben een lijn gelanceerd met Faya Laurens. Faya Laurens bekend om body consciousness, hè, my killer body. Nou, dat heeft ze ook echt wel. Mm-hmm. Echt, om het maar plat te zeggen, heerlijk wijf. Maar ze heeft ook echt, ze is ook heel commercieel, ze heeft heel goed gevoel voor lingerie. En ze fotografeert dat ook zelf op haar eigen lijf. Dat maakt dat natuurlijk heel persoonlijk. Maar ze is natuurlijk bij het hele ontwerpproces en het hele design, alles van A tot Z betrokken. Dat is super lastig. Mijn team heeft daar echt een klus aan. En dat is een hele stoere, zelfstandige, hardwerkende, super succesvolle vrouw op ieder gebied. En wij zochten natuurlijk ook voor dat merk partners die... Ja, die ook niet. Kijk, die hele lingeriebranche is voor een heel groot deel in Nederland net zo truttig als een groot deel van Nederland. HEMA. Ja, wat? HEMA. Ja, het is echt letterlijk de HEMA BH. Het steunt wel, maar het zit niet. En daar nog over. Wist je dat de helft van alle vrouwen verkeerde maat BH dragen? Dus dat is ook heel fascinerend. Dus ook daar is toch veel. Dus de helft te van doen. Deze zaal qua de helft van de Nederlandse vrouw draagt de verkeerde maat BH. Interessant, weet je. Ja, en dat is dus. En het andere hele bijzondere is natuurlijk. Dus maar in ieder geval terug te komen op onze gezamenlijkheid. Ja, is dat Christine Leduc, die meldde zich. En zowel Faya als de directie, maar ook ik. Of dat soort dingen mag ik als aandeelhouder mee beslissen. En vonden dat een geweldig huwelijk. Maar voor het huwelijk begon, 2012, even een stapje terug. Toen heb je het eigenlijk gekocht uit pure geilheid, heb je in een interview gezegd. Klopt dat? Nee, maar niet alles wat je zegt is waar natuurlijk. Nou, maar dat wil ik nou van je weten. Jij mag toch weten als interviewer dat een heleboel dingen die je zegt, die doe je soms om een beetje sensatie te krijgen. Als iemand vraagt waarom heb je dat nou gekocht? Dan zeg je, ik wilde er geld mee verdienen. Dat klinkt toch niet half niet zo leuk als hartgeiligheid. Dus soms zeg je iets omdat het gewoon leuk klinkt. Weet je? Als ik je nou de hele avond waarheden ga zitten verkondigen, vindt niemand meer leuk. Dus dat doe ik gewoon niet. Weet je? Nee. Het is toch hartstikke leuk als mensen je leuk vinden. Zeker. Dus ik vond dat een leuke uitspraak. Maar dat was natuurlijk niet helemaal waar. Alleen de kern was, dat was ook het fascinerende, toen we dat merk kochten, ging het over let's get wet. Allemaal dat soort echt, naar mijn mening, super ordinaire reclames. En eigenlijk was dat hele merk gericht op mannen. Dan weet je hoeveel procent van de lingerie door mannen gekocht wordt? Ja, ik denk 5. Wat? Ja, Audrey? 20% bij ons. Ja, maximaal 20%. Dus 80% van alle lingerie wordt door vrouwen gekocht. Ook de sexy lingerie. Ja? Dus ook de broekjes zonder met een open kruisje. En ook de hele spannende bodies. En de hele, zeg maar, mannen kopen dat over het algemeen niet voor vrouwen. Vrouwen kopen dat over het algemeen voor zichzelf. Ja. Want ze voelen er zich daar spannend in, opgewonden. Weet je, sprak ik iemand die regelmatig in Arabische landen komt. Die zegt, onder die boerka's, daar zit de geilste lingerie. Nou, dus dat, ja. Dat, maar met ouder, dat, je, dat mag je natuurlijk niet zo hard op zeggen. Dat natuurlijk zijn de feiten. Maar wat was voor jou reden om bij SAP in te stappen? Want het is toch een behoorlijk belangrijke lijn voor jullie? Nou ja, dus zoals we net al zeiden, wordt heel veel lingerie ook bij ons gekocht door vrouwen. Dus dan moet je ook een aanbod hebben wat vrouwen leuk vinden. Dus voorheen hadden we een heel grote lingerie-collectie. Hè? De vorige eigenaar van Christine Duc had dat. Dat viel weg, dus wij moesten opnieuw die hele collectie opbouwen. Ja, waar begin je dan? Als je nog vrij klein bent, kan je niet een eigen label starten. Dat is lastig. Dus dat was niet gelijk aan de orde. Dus heb ik rondgekeken in de Nederlandse markt en dacht ik, oké, SAP is een goed merk wat inderdaad qua positionering goed past, ook qua fit goed is. En kwamen zij toen uit met de Faya Laurens collectie. En toen ik die zag, heb ik hem echt volledig gekocht van voor tot achter en gedacht, dat wordt hem. En van dat voor tot achter, het, ja. Maar, en daar zijn we van voor tot achter heel blij mee. Ja. Ook een gelukkig huwelijk. Maar seks zelfs. Toch is het de laatste jaren niet zo goed gegaan met Christine Duc. Jij bent aangesteld als nieuwe CEO. Wat trof je aan toen je begon? Eigenlijk een hele hoop verdrietige mensen. In die zin, je hebt in onze 21 winkels, waarvan 14 van onszelf, werken heel veel dames die er al heel lang werken. Met hart en ziel voor het merk ook echt. Ik vind dat een hele grote added value voor het verhaal wat wij hebben.
En die waren een beetje aan hun lot overgelaten, zullen we zeggen. Het merk zelf was ook een beetje, ja, was er nog, maar leefde niet meer. En werd er ook niet meer gebeld door de pers. Als er iets over erotiek te doen was, werden we nooit meer gebeld. Terwijl voorheen altijd de telefoon ging als er iets op dat gebied in vragen was. En hoe kwam dat? Ja, het bedrijf, het concern destijds, zat in 7 landen. Waar Christine Duc was het zusje van Pabo, het kleine zusje ook, in Nederland. Dus in feite was dat niet on top of the agenda, zeg maar. En het reclame marketinggeld vloeide ook niet dermate rijkelijk dat daar heel veel in geïnvesteerd werd. Mm-hmm. Maar goed, je bent nu aangesteld. Je hebt de uitdaging om in 2 jaar de omzet te laten verdubbelen. Hoe ga je dat doen? Ja, allereerst, we gaan nu starten in België. Dus dat is op zich een makkie. Hè? Een uitbreiding van een land, dat is natuurlijk goed te doen. Ik denk België een groot lingerieland ook. Ook een land waar veel erotiek gekocht wordt. Ook al wordt er heel weinig over gepraat. En weinig concurrentie. Dus dat is ook zeker een van de pluspunten voor ons. Mm-hmm. Gaan we nu deze maand online open en kijken we ook of we retail locaties daarbij kunnen trekken. Omdat België echt nog wel een retail land is, mijn optiek. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk het assortiment. Hè? Dus niet alleen het erotische stuk met toys en dat soort dingen. Maar ook inderdaad feel-good kant. Dus mooie lingerie, maar ook eventueel een sportswearlijn. Meer een bredere setting, zodat meerdere mensen zich natuurlijk aangetrokken voelen. Maar ook, bedoel, als je goed in je lijf zit of goed in je vel zit, heb je ook een beter seksleven. Dus ja. De clue is natuurlijk om mensen een beter seksleven te geven. En daar horen een heleboel andere dingen bij dan alleen maar een vibrator. Ja. Want is er nog gewoon te veel taboe als het daarover gaat? Te veel misschien niet. Alleen mensen weten voor de helft niet hoe leuk het kan zijn als je maar een paar kneepjes van het vak leert. En dat zie ik wel als onze taak om dat mensen bij te brengen. En ook vanuit het merk je verhaal te vertellen, waardoor het eigenlijk steeds meer gaat leven. En waardoor mensen echt een soort handboek krijgen wat ze misschien sinds hun jeugd niet hebben gehad. Kijk, wij praten ook helemaal niet over seksuele opvoeding in de fun zin van het woord. Dat heeft nooit iemand geleerd op school. Dus misschien is daar al een start in de basis. We zijn nu ook bezig met studentenverenigingen en kijken van, nou ja, wat leeft er bij die gasten? Wat vinden ze leuk? Waar hebben ze vragen over? Dat ze niet alleen maar online op YouTube kijken van ja, hoe het rampenstampwerk gaat, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat er ook gewoon heel veel verhaal achter zit. Wat het heel leuk kan maken om het samen te ontdekken. Maar waar ga je dan toch nog inzoomen om het doel van een verdubbeling van je omzet? Voornamelijk de fun in het merk, dus de appreciatie van het merk. Hè? Dus als je iets gekocht hebt dat goede kwaliteit is, dat het eigen label Christine Le Duc bijvoorbeeld, dat je weet wat je koopt. Dus we hebben een hele toylijn nu ontwikkeld, we gaan een lingerielijn terug opbouwen. Dat je weet dat het een bepaalde kwaliteit is, dus als je aan erotiek denkt, dat je aan ons denkt. Of dat nou via een platform is, hè, die aankoop onder Christine Le Duc of via onze eigen kanalen, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat mensen tevreden zijn met wat ze kopen. En dat wij een soort terug die authenticiteit en die kennis kunnen overdragen. En dat mensen daar blij mee worden. Dus eigenlijk je reoccurring customer. Hè? Ja. Dus, Roland, je in 2012 begon je dus aan SAP. Daar moest ook een behoorlijke verandering plaatsvinden. Dus daar zitten ook wat parallellen, denk ik, in de branche. Wat trof jij aan en hoe heb jij dat in de jaren gedaan? Ja. Wat grappig is dat ik eigenlijk hetzelfde aantrof wat jij aantrof. Een aantal mannen, drie mannen die en de zaak stolen. Weet je, ze allemaal, ze de een haalde geld op bij de fabrikant en de ander, tenminste, ik kan het niet allemaal bewijzen. Maar in ieder geval, het vermoeden heerste dat overal geld verdween op allerlei manieren waar het niet hoorde te verdwijnen. Een immens reclamebudget. Hm. En een bedrijf dat nog nooit winst had gemaakt. Dus het leek naar buiten als een heel succesvol merk, maar het was één grote ramp. Dus wij zijn toen heel voorzichtig dat gaan reorganiseren. Dat heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Dat had ook niet genoeg focus. Mm-hmm. Als je te veel bedrijven hebt, dan kan je niet alles goed doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn we dus ook een vrouw aan het hoofd gezet van de organisatie. Het was de ex-verkoopdirectrice van Marlies Dekkers. Dus we maakten, mijn voorganger maakte al haar BH's na en ik dacht, ik kan beter de beste mensen overnemen. Was doe je wat slimmers. Een kopieën dan, eigenlijk. Dan kan je beter, en ik geloof niet in kopiëren van andere mensen, want dan loop je altijd achter de feiten aan. Ik geloof in je eigen uniciteit. En dus we zijn langzaam maar zeker een merk wat eigenlijk puur gericht was op seks vanuit het mannenperspectief.
zijn we een merk geworden wat ja, een heel hoogwaardig kwalitatief product maakt met fantastische pasvorm, heel goed ondersteunend. En wist je dat een BH 26 onderdelen heeft? Het is een ongelooflijk gecompliceerd artikel. En ja, daar hebben we enorm veel know-how van in huis. En dat zijn we langzaam aan het bouwen tot een heel goed internationaal merk. In sommige landen doen we het extreem goed. Kijk, het is ook inderdaad misschien een andere insteek om te kiezen voor de lange termijn strategie en voor het merk. Anders dan alleen maar de dagelijkse omzet te bekijken en te zeggen, oké, we moeten weer een actienieuwsbrief de deur uit om de omzet op te krikken. Ja. En die twee die leven vaak op gespannen voet. Absoluut. En daar is natuurlijk wel, daar vallen ook woorden over en dat is ook business doen. Alleen op dit moment hebben we wel die langere termijn visie gekozen. En die sluit ook echt aan. En ik krijg ook echt heel veel reacties van vrouwen, maar ook van heren. Die zeggen van, goh, wat een goed verhaal. Maar dat is het ook. Ja. Mijn zoon heeft bijvoorbeeld America Today beetgepakt een aantal jaar geleden. En dat bedrijf maakte gewoon ieder jaar winst. En toen zei die pap, ik wil van dit bedrijf een echt goed merk maken. Ik wil dat als mensen een sweatshirt van de Merk Today kopen, dat ze het beetpakken en dat het de kwaliteit heeft van een Tommy Hilfiger sweatshirt, maar dan wel voor een prijs waar iedere student het voor kan kopen. He, dus dat Hilfiger sweatshirt kost 80, 90 euro. En bij Merk Today kost die 39, 49. Hij kost haast de helft, maar hij is net zo goed. En dat wil ik gaan bereiken. Nou, toen is hij dat gaan beetpakken. Dat heeft eerst geleid tot ja, even moeilijke resultaten. Ja, en toen ging natuurlijk de markt tegen zitten. En laat je hem daar vrij in om die ontdekking te doen? Ja, inmiddels maakt het bedrijf en winst. En we zijn, wat ik al zei, bijvoorbeeld bij de Bijenkorf de beste nieuwkomer. Enorme omzetten. We zien ook dat door dat bij Weekamp maken we gigantische omzetten. Want die klant vergelijkt die twee producten, krijgt het thuis. Ja, en wij winnen dus op alle fronten van een Hilfiger. Nou, dus zijn visie, zijn lange termijn visie, was in strijd met de korte termijn winst. Het goede nieuws was, hij was onderdeel van een inmiddels groot familieconglomeraat, waar haast 4000 mensen werken, waar gewoon aan alle kanten veel geld is verdiend de afgelopen 40 jaar. Nou, dan kan je je permitteren, mits je daar allemaal achter staat, om zo'n strategie uit te zetten. En hij blijkt de juiste visie te hebben gehad. En nu, ja, en nu heeft hij dat overgedragen aan zijn opvolgster. En ja, en zometeen is hij aan het klaarlopen om om zijn papa zijn plek over te nemen en gewoon zich met alles te bemoeien. En zo zie je dus dat. Ja, maar hij heeft dus wel de moed gehad om 2, 3 jaar in iets te bouwen. Waar je eerst even een dipje maakt, omdat mensen, ja, die moeten dan wennen aan die nieuwe structuur. Maar hij heeft wel de juiste lange termijn visie ontwikkeld. Maar ja, dat is ook die disruptie waar we straks over hadden. Ja. Dat is vaak een tandje terug om vervolgens een paar stappen verder te maken. 1 stap naar achter om 3 stappen naar voren. Juist. Ja. Nou, je zoons, die waren de introductie al aangegeven. Daar ga je het dan overdragen, zeg maar. Loslaten, dat vond je bij de stelling vond je dat toch wel een goed idee. Kun je dat ook? Nou, dat zou je een andere moeten vragen. Maar kijk, inmiddels bestaat het familieconcern uit vastgoedbedrijven in Amerika, Duitsland, België, Nederland. Een investeringsbedrijf wat in 15 grote fondsen investeert, maar ook een heleboel directe investeringen heeft. Dus investeren in studenten en in bootcamp, allemaal dus voor start-ups. Dus we hebben een hele grote investeringstak, die door mijn andere zoon, die 5 jaar als investmentbanker heeft gewerkt, geleid wordt. Dus we hebben een hele grote investmenttak. Papa doet nog het vastgoed. En mijn andere zoon is aan het warmlopen om de hele modegroep te leiden. En je ziet dus dat als je dat met z'n allen doet. Nou, ik mag dan voorlopig de komende paar jaar vastgoed nog leiden. Tot ik daar. Ik bedoel, als ik dan maar door die straten strompel op mijn 100ste, dan is het niet meer zo best. Maar voorlopig. En ik mag consiliëren zijn voor het familiebedrijf. Dus de komende 2, 3 jaar komen er steeds meer taken naar de volgende generatie. En zo moet het ook. Ja, nou, zo is het ook. Maar wanneer ga jij het helemaal loslaten wat het retailstuk... Ik ga het nooit helemaal loslaten. Nee. Ook niet als je zoons aan het bewind zijn? Nee, dan blijf ik ze in hun nek hijgen om te vertellen hoe het beter kan. Maar zij zijn dan wel de eindbeslissers. Kijk, nu beslissen we op dit moment, ik heb nog een CFO, nu beslissen we met z'n vieren. Vroeger besliste ik alles in mijn eentje. Later kwam mijn CFO erbij. Besliste ik 95% in mijn eentje. En nu beslissen we echt met z'n vieren. Dus als mijn 2 zoons iets niet willen, dan gebeurt het niet. Het enige waar ik ze tegen heb gewerkt, is dat toen MS-mode niet meer goed ging en niemand het bedrijf wilde oppikken en er 1500 man in Nederland en België op straat zouden komen. En toen heb ik gezegd, nou, er moest weer 20 miljoen in.
Ja, ik kon niet goed slapen met al dat geld op de bank als die mensen allemaal zonder baan zaten. Dus toen heb ik gezegd, ik zie wel kansen, ik ga het gewoon doen. Nou, inmiddels 2 jaar later zeggen mijn zoons, pap, heb je nog niet zo verkeerd gezien. Maar wat een boel werk. Dus weet je, als je een ondernemer bent en je bent met hart en ziel bezig, heb je geen werktijden. Audrey. Ja, dat klopt. Maar dat is wel zo. Alleen als het team kleiner is, en daar hadden wij het eerder ook over, is het makkelijker zeg maar te sturen. Hè? Het is natuurlijk ook zo als je een heel grote directie werkt of een internationaal bedrijf, is het altijd lastiger om leider te zijn, omdat er heel veel mannetjes links en rechts gaan. Wij hebben nu gekozen om een heel klein team neer te zetten. En met dat team gaan we ook zo lang mogelijk klein blijven. En dan wel heel groot worden natuurlijk. Maar dat, dus inderdaad met weinig mensen hard werken. De boel neerzetten en dan inderdaad kan je verder kijken wat je nodig hebt. En hoe ga je met weerstand om? Want je gaat heel veel weerstand krijgen. Niet in de laatste plaats in het begin met al die mannen waar je het over had. Weerstand, ja, wat is weerstand? Ik denk als jij inderdaad een goed verhaal hebt, je hebt het voor elkaar, het klopt, het zit goed in elkaar en je hebt de kracht en het budget gekregen om daar iets mee neer te zetten, moet je ook het vertrouwen kunnen krijgen. Kijk, en dat jarenlang vechten in een mannenorganisatie om je gelijk te halen, die tijd heb ik wel gehad, denk ik. En ik denk ook dat ik niet was neergezet waar ik nu ben neergezet als ik dat weer had moeten doen, want dan had ik ook gepast. Want dat is niet de bedoeling. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk om het op te zetten. Ik denk dat het ook echt gaat werken. Maar wel zoals ik het voorzie. En tuurlijk is er af en toe weerstand, maar daar kan je over praten. Alleen we gaan toch wel die kant op. Nou, je had het voorste gedeelte van het interview zei het wij. Nou zeg je voor het eerst ik. Ja, oké. Okay, ja, goed. Misschien moet je daar ook in groeien. Ik was nog nooit eerder CEO, dus dat scheelt misschien ook. Ik heb wel altijd een team aangestuurd, dus dat op zich wel. Alleen nu ben je eindverantwoordelijk en kan je ook echt die kant op gaan. Dat vind ik echt superleuk. Mooi. We gaan richting het einde van het gesprek. Waar staat Christine Duc over 2 jaar? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan zit het als naam weer teruggebeiteld in de Nederlandse maatschappij als het erotiekmerk. En zowel van jong tot oud is weer aangehaakt en geïnspireerd, hoop ik. En in België, hoeveel vestigingen? Laten we beginnen met 4, Max. Ja, zoiets. Was ik even nog trouwens benieuwd naar. Je zegt van in België praten ze er niet zoveel over. Is het dan niet zo dat het veiliger is voor hun om achter het scherm hun bestellingen te doen? Of aan de andere kant zijn het wel retailkopers. Dus ze gaan graag naar de winkel. En zeker om dat soort aankopen ook wel te doen. We hebben ook gezien voorheen toen een Pabo-winkel geopend werd. Bijvoorbeeld stonden ze echt in de rij. En was op VTM nieuws om 7 uur 's avonds van de moeders en dochters werden geïnterviewd. Over hoe leuk ze het assortiment vonden. Dat ik dan dacht, oh wacht, zo stiekem is het dan toch niet. Dus ik denk dat daar een hele leuke markt zit, die eigenlijk waar mensen zelf nog niet weten dat ze het allemaal zo leuk vinden. Ja. Nou, er zijn een aantal redenen waarom in België internet veel minder snel ontwikkeld heeft dan in Nederland. Om te beginnen is Nederland een van de braafste landen ter wereld. Dus heel weinig zwart geld. In België is een van de stoutste landen ter wereld. Heel veel zwart geld. Dus dat contante geld, dat wordt in die winkel uitgegeven. En dat is een onderdeel van die cultuur. Dat was vroeger in Nederland ook zo. Alleen dat is hier keihard de kop ingedrukt. En dat is misschien ook goed. Ik bedoel, ik vind sowieso ontduiken of dingen doen die niet in de wet staan, is niet oké. Okay. Je mag de wet wel interpreteren, maar je moet je er wel aan houden. Maar het schijnt dat zelfs burgemeesters dat niet meer hoeven. Dus wat dat betreft krijgen we een behoorlijk hellend vlak. Ja? Maar dus dat is een andere reden. Dus, en die Belg, ja, die is dus veel, die houdt veel meer van die stad. Ja. Ja? Dus, dus er zijn ook heel veel. Ja, je ziet ook dat gemiddeld onze omzet in België per winkel een stuk hoger ligt dan in Nederland. Ik ga naar de laatste vraag voor jou. We hebben het helemaal niet gehad over de V&D. Maar ik krijg het signaaltje dat we het wat moeten gaan afronden. Kijk eens. Het is mislukt, de V&D. Of is het niet mislukt? Nee, het is niet mislukt. Kijk, wat niet gelukt is, is er waren te veel partijen en het ging om te veel geld. Er was te veel risico om een nieuwe warenhuisformule in de markt te zetten. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat het idee wat we hadden, dat zou hebben gewerkt. Ja? Maar die kans hebben we niet gekregen. Maar toen hebben we wel alle merken gekocht. En we hebben één merken die V&D voeren. Ja, dat was bijvoorbeeld Prijzencircus, dat was bijvoorbeeld Schoolcampus, Liv. Heel veel merken, prachtige merken, Friends.
En natuurlijk ook VND en VND.nl. En VND had een database met haast 2 miljoen namen. En alleen toen we het kochten, toen bleek dat toch allemaal van een draadje aan elkaar te hangen. En niet meer van deze tijd. Dus we zijn helemaal opnieuw begonnen. We eerst Friends gelanceerd als platform. Schoolcampus samen opgezet met Albert Heijn. Uiteindelijk hebben we Schoolcampus verkocht. Zodanig dat we de rest gratis hadden. En dat doe je als goed ondernemer. Je koopt goedkoop in en je verkoopt zo duur mogelijk. Dan meestal verdien je dan een paar centjes. En dat werkt goed. Dus we hebben. Maar ik doe het trouwens zelf niet. Hè. Dat doet Ronald van Zetten, mijn excellente partner. De kunst is ook nu om heel intelligent te werken en niet meer zo fysiek. Dus je moet zorgen dat je hele goede mensen om je heen verzamelt die het werk doen en die ook daar zodanig bij betrokken zijn dat dat ook hun bedrijf is. Dat kan alleen maar als je ze mee laat doen. He, dus om te vermenigvuldigen moet je delen. Dus V&D gaat een heel succes groot. Zijn we al verteld, we hebben nu 1 miljoen producten online voor het einde van het jaar. En V&D gaat een grote naam worden, vooral in de 40-plus-markt. Tot slot, Ad van Berlo, een bekende man hier in de regio die heel erg met design thinking bezig is, die riep toen de V&D omviel dat het voor de V&D op zichzelf wel zonde was, maar dat die ruimtes, die warenhuizen die leeg komen te staan, dat eigenlijk een geschenk is voor elke stad die ruimtes hebben om weer eens tot vernieuwing te komen. Ben je het daarmee eens of oneens? Nou, kijk, voor de grote steden is dat helemaal waar. Voor de kleine steden staan die panden leeg. Dus kansen dus, voor nieuwe. Ja, dus het is opnieuw weer in de grote steden waar, in de kleine steden onwaar. Ik wil je heel erg graag. Ja, weet je, de meeste mensen die het commentaar leveren, die kunnen nog geen pepernoot verkopen zelf. Dus ik ben, weet je, dus toen nog aan de commentatoren van deze wereld. Ja, er zijn slechte pepernootverkopers. Dus die zou ik graag de Zwarte Piet uitreiken. Kijk, nou, daar ronden we mee af. Lijkt me een hele mooie uitspraak. Audrey en Roland, dankjewel. Graag een groot applaus. Graag gedaan. Ja. Na dit interview wil ik heel graag naar muziek gaan luisteren. En wil ik graag onze gast van vanavond aankondigen. Lisa van Nes. Applaus. Set yourself free.
navigating in between. Ah, yeah. Then make yourself a better plan and try to be a better man. No. And time will tell that patience is the key to be free. Lisa van Nes, dank je wel. Dank je wel. Goedenavond allemaal. Wie van jullie heeft een auto of is er met de auto? Oh, bijna iedereen. En wie van jullie wil besparen op zijn brandstofkosten? Uiteraard allemaal. En dan zijn jullie allemaal klanten van Corellian. Wat wij doen, en ik heb hier een model meegenomen. Wij kijken naar hoe een auto eruit ziet en proberen de aerodynamica te verbeteren. Hoe? Door aan de onderkant van de auto onze aeroplate onder te zetten. De aeroplate wordt gemonteerd onder de auto en dankzij het diffuser effect, wat ervoor zorgt dat de drag minder wordt, kunnen wij ervoor zorgen dat jullie minder brandstof gaan verbruiken tijdens het rijden. Wij hebben ondertussen een kleine 20-tal auto's rondrijden met dit product. Het is een klein product, productieaantallen die we kunnen draaien, die nu ongeveer 21% gemiddeld besparen op het brandstofverbruik. Ik zeg ik gemiddeld, want elke auto rijdt anders en elke persoon rijdt ook anders natuurlijk. Dat bespaart voor de gemiddelde rijder ongeveer €600 per jaar. Nou, ik zei net al, iedereen die een auto heeft is een klant van ons, maar wij richten ons nu voornamelijk op leasemaatschappijen. Grote vloteigenaren die dus in grote aantallen de aeroplate zou kunnen afhalen van ons. De aeroplate is één van de startproducten. We kijken naar aerodynamische aanpassingen van een auto. Dus ook diffusers, een splitter aan de voorkant, vortex generatoren, een heel eco-tune pakket voor je auto. Wij zijn als het ware de BMW M-versie, maar dan op het gebied van brandstof besparen. Wij zijn nu, zoals ik al zei, een kleine productiestraat hebben we voor een paar honderd stuks per jaar, maar we willen graag gaan schalen. Daarvoor hebben wij een investering nodig van ongeveer 6,5 ton, waarvan wij nu bijna 2 ton al op opname hebben staan. En we zijn op zoek naar partners die ons mee zouden kunnen helpen. En ik spreek jullie heel graag na deze prijs. Dankjewel. Dankjewel, Sander. Ik ga dadelijk Sander naar voren vragen, maar niet zonder eerst verteld te hebben waarom Sander de wedstrijd heeft gewonnen. Een hele sympathieke pitch. Een prettig begin. Begroet het publiek, ben vriendelijk, ontwapenend en rustig. En ook als een pitch af en toe een beetje hapert, want dat ging aan het begin een stuk sterker dan in de tweede helft, dan nog is de eigenheid waarmee je er staat en de ontwapenende kracht van het verhaal is heel sterk om de aandacht toch vast te houden. Dat is heel knap. En daarnaast vonden wij het product een hele goede claim geven. Zeker in de tijden van nu waarin duurzaamheid ongelooflijk belangrijk is. En waarschijnlijk voor het milieu en op zichzelf al een hele grote winst te halen is. En dat, nou ja, dat lijkt naar ons idee flink verkoopbaar. En als we nog één advies mee mogen geven. Je zet erg in op de vloot-eigenaar en de leasemaatschappijen. But in the end legt een leasemaatschappij zijn kosten vaak door naar de eindgebruiker en zelfs belast die weer door naar de werknemer. Dus misschien is het ook zinvol om je pijlen te richten op de betaler. Maar dat zijn lessen voor later. Kom naar voren, want we gaan aan jou het gouden ei uitreiken. Dankjewel, kom erbij. En nou is het enige wat ik niet heb gezien, wat het publiek gestemd heeft. En dat heb jij vast wel gezien, want het is op de grote schermen geprojecteerd. En het is nou het was weg. Net wel te zien, Simone. Kunnen we dat nog een keertje op het scherm krijgen? Want het publiek dacht er een fractie anders over. Kijk eens. Ach. En die vierde kandidaat, dat is de kandidaat van die ziek was. Maar toch nog vijf stemmen. Heeft toch fans meegenomen in de zaal. Dankjewel. Maar goed, uiteindelijk beslissen wij. En dat is maar goed voor jou, want ik mag aan jou het gouden ei overhandigen. Dat doe ik bij deze. Dankjewel. Groot applaus, ja. Het staat los op de sokken, van de goed vast. En dan moeten we eigenlijk over de foto, als het goed is. Ja. En we hebben een fotograaf om de foto vast te leggen. Saskia Holtje, waar ben je? Ja,
We leggen hem vast. Ja, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Bijna, uiteraard. Maar niet voordat ik gezegd heb dat onze eerstvolgende aflevering maandag 11 februari zal zijn. Ook weer hier in het Parktheater en bij Studio 040 te zien. En dan heb ik aan tafel Jan Dekker. En hij is de oprichter van 24 Kitchen. En ik heb hier de nieuwe CEO van Byflow. En dat is Nina Hof, die de ene na de andere prijs krijgt met haar 3D foodprinting apparaat. Dat is de volgende keer dus. Dus ben daar ook bij. Eindigen we deze aflevering met de stand-up column van Rob Adams. En hij zal zijn licht schijnen op deze avond. En zoals te doen gebruikelijk gaan we met z'n allen in de zaal een paar kwartslagen omdraaien om hem op de tribune zijn verhaal te horen zeggen. Dank jullie wel en graag tot de volgende keer. Dus bij deze een echte stand-up column. En ten eerste wil ik even zeggen, ik ben geen commentator, of ik ben wel een commentator van dit gesprek. Maar gelukkig weet ik wel wat verkopen is. Want als je kijkt naar wat verkopen is, dan is daar ook een definitie, is vervreemding. En van eigenaar wisselen. En dit verhaal wisselt op dit moment van eigenaar, dus ben ik op dit moment een verkoper en commentator ontstegen. Overigens heb ik ook niets anoniem te zeggen. Dit gesprek is volledig offline. En ik ga ook niet schreeuwen. Dus dat wil ik even vooraf alvast duidelijk maken. Waar ging het gesprek over, als ik dan zit te luisteren? Het gaat toch met name over strategie, over marktaandeel. Op een gegeven moment voelde het voor mij een beetje als een cursus retail. Ik heb niet zo'n retail achtergrond, dus daar steek je dan wat voor op. Soms ook wel wat geschreeuw en bouwde stellingen. En daar is op zich helemaal niets mis mee. Maar het ging ook over mannenwereld en mannenwereld ontstijgen. En toch had ik soms het gevoel deze avond toch een soort mannenwereld af en toe aan te trappen. Met af en toe ook typische mannengrappen. Maar ook gelukkig, dit is geen waarheid. Anders is het niet leuk. Alles wat ik zeg, ja, hoeft niet per definitie waarheid te zijn. Op een gegeven moment hoorde ik een uitspraak met één stap naar achteren. Om dan vervolgens drie vooruit te gaan. Maar dat is volgens mij niet alleen als het gaat om marktaandeel. Dat geldt juist ook in het denken. En wat betekent dan die stap naar achteren? Daar was ik eigenlijk naar op zoek. Ik was op zoek naar niet de chief executive officers aan tafel, maar de chief expedition officers. En dat betekent de stap terugzetten en met een andere blik naar die wereld kijken vanuit een expeditieperspectief in plaats van uit een executieperspectief. Want als je alleen aan executie denkt, dan gaat het over het bestaande wat er al is. En het zou gaan over vernieuwing, dat is er nog niet. Dus dan gaat het over een expeditie, want dan moet je gaan zoeken in plaats van uitvoeren. Maar het gaat met name over succes en ook over slagen. En dan zat ik te denken, als wat niet lukt een ontdekking is, is wat lukt dan per definitie een succes. En dat voelt niet echt als een rationale, dus ik heb toch het perspectief vanuit de oma gekozen. En dan ben ik eigenlijk op zoek altijd naar die vraag waarom. Want de vraag waarom is wat ons onderscheidt van andere primaten. Als we die vraag waarom nooit hadden gesteld, hadden we nu nog in een grot geleefd. Had niemand gezegd, we kunnen ook een huisje bouwen. Dan hadden we nog steeds gezeten waar we zitten. Dus die vraag waarom is de basis van de wetenschap. En ik denk, daar ben ik dan ook naar op zoek als het gaat over een gesprek wat over vernieuwing gaat of zou gaan. Op een gegeven moment werd wel gezegd, niet kopiëren. Het gaat om uniciteit. En dan vind ik het interessant dat het op een gegeven moment dan alleen maar gaat over ervaring. En dus eigenlijk over experts. En als de enige constante dan verandering is, en dat onderschrijven we met z'n allen, is ervaring dan juist niet de grootste belemmering naar de toekomst. En dat is een belangrijke, want als je niet de vraag waarom stelt, is er geen vooruitgang. En als je niet gaat ontdekken, dan ontstaan er geen nieuwe vragen en dan verdampt die toekomst. Daarom denk ik ook, daar wil ik ook mee gaan afsluiten, dat we juist ook op zoek moeten gaan naar mensen met een beginners mindset. Want die zien alleen maar mogelijkheden en experts zien er vaak maar een paar. Dus ik hoop op veel meer chief expedition officers. Ik hoop dat jullie je wellicht ook zo gaan gedragen, veel ondernemers in deze zaal. Ik hoop op veel meer vragen waarom. Want de vraag waarom, die leidt naar de ontdekking en de vernieuwing. En experts, pas op voor experts. Daar zou ik mee willen eindigen.
Dit programma werd mogelijk gemaakt door Mansveld, CSU, Parktheater en Crowd Capital Brabant.